Goeiedag, is herdenking tijd. Het is woensdag en vandaag gebeurt al baie goed in die wereld en land, maar ik wil je vandaag op iets anders focussen. En dis as woensdag. Nou denk jy, as woensdag wat? As woensdag is markdag? Nee, as woensdag is een dag wat 40 dagen voor Paasfees gedenk. En wat gebeurt het in die Bijbelse tijd is, mense het 40 dagen voor Paasfees, voor die Pasgafeest, het hulle die vorige jaarse palmtakke waarmee hulle Jesus ontvang het, toe hy ingekom het in die stad, het hulle dit weer verbrand, want het wijst die oude is voorbij en die nieuwe het gekom, ons redding het gekom. So as woensdag, jy gaan misschien vandaag mensen zien wat met een askruis op hulle voorkop of iwers op een hand rondloop, waar hulle iwers vanoggend stil geword het en hierdie gevier het. Nou jy kan vir die volgende 40 dagen hierdie saam met ons doen, waar ons as woensdag en die hele oploop tot Paasfees gaan vier, wat jij jouw hart en ek en my hart voorbereid om Paasfees hierdie jaar heeltemal anders te ervaar. Nou, die tekst wat ek wil lees is Genesis 3 vers 19. Het sê, stof is jij en jij zal weer stof worden. Nou, die dood is nooit een lekker ding om aan te denken. En hierdie vers confronteer ons al meer. Het sê, hoorie, ons is uit stof gemaakt en ons gaan weer stof terugkeer. En ongeacht van je ouderdom of waar je is in je leven, jouw status symbool, dis vir ons allemaal die cellen. Maar er is nie een gedachte waar we ons voor praat nie. Jy wil nie daaraan dink nie, en miskien partij keer ouwe mense dink meer daaroor. Maar elkeen van ons is hier een realiteit voor. Laat ons wel gaan terugkeer naar stof toe. Maar sien, toe ek en jy gebore word, toe begin ons stervensproces eindelijk. Die dag wat ons gebore is, toe begin ons eindelijk ons eerste dag van ons stervensproces. En het klink baie morbid en erg, en jy sê, ja nee, vandag is een valdag, is ons so begin. Maar wat het eindelijk is, is dis ook die begin van ons eerste tree nader aan ons huis toe. Aan ons vader toe, want sien, Jesus het ons klaar die dood oorwin. Dit wat ons vrees, dit wat ons nie wil heen, het God klaar oorwin, het Jesus klaar oorwin met sy lichaam, en dis wat ons in Paasfees vier. Maar vandaag kan ons begin, en ons feilbaarheid, ons menselijkheid begin beleef en besef, en weet, maar ons gaan ook een dag sterf, en ek wil vandaag in God sterf, myself laat sterf, in Jesus sterf, en weer, soos hy, niet begin. So, miskien vir 'n oefening, vat vandaag een bykie grond, stof, kijk naar dit, speel met dit in jou hand en besef, dis waaruit ons kom. En ons gaan naar dit terugkeer, maar is vol van Jesus' lewe. Selfs die grond wat voor ons dan niks lyk, bied lewe vir die plante waarin het geplant is. En dis wat ek en jy ook is, ons lewe deur Jesus. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons vandag iets unieks, iets vreemds misschien vir baie mense as woensdag kan vier. En dis 40 dae voor Paasfees, maar mag ons vandag begin om ons harte voor te brei. Heilige Gees, dop in ons harte om, soos wat ons baie keer in die grond spit, zodat daar lewe kan kom, zodat ons weer niet kan plant en dat ons kan vrug dra. Maar mag ons vandaag ook bietjie stil sit by ons feilbaarheid, met die wete dat ons nietige mens is en wat weer sal sterf, maar dat U klaar die dood oorwin het en niks kan ons uit U hande ruk nie. Dankie vir die liefde, dankie dat ons weet, al is ons nietig, is ons ontzettend kostbaar vir U, want U het ons met die dierste bloed van U Seun gekoop. Prys en ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Geniet hierdie dag en bepeins bietjie hierdie stoflikheid van ons en dan kuier ons môre verder saam en ons vat hierdie reis tot Paasfees aan. Dankie, lekker dag, tot ziens.